Goedemorgen, dag zonder zorgen. Vandaag zijn we in het mooie Parijs, de stad van liefde. Oh joh, wat ga ik vandaag doen? Ik ga met Gregory van Uwiel op pad en met Steek. Ik ga twee toffe items maken. Ik zou zeggen, blijf kijken. What's up, Paris? Hij is er hoor, hij is er. Ja, ja. Wow, wow, wat doet hij? Hij ziet me. Hey, kijk wat hij doet. Maar ik kan niet verder, waarom staat de auto ervoor? Zo ga je met me om, hè? Wow, zo ga je dus met me om, hè? Rennen, honey, rennen! Pak haar, bro! Lekker. Parijs aangekomen. Ik zie je bent aan de Starbucks. Heerlijk, man. Koffietje toch? Ja? Ja. Koffie en zo, want je weet, we doen het zo. Want de koffie aan, die zie je in elke regio. Oei, wat gaan we doen vandaag? Wat is de planning eigenlijk? Ik moet even trainen, man. Ja? Even meenemen naar mijn training, toch? Chill, chill. En gaan we nog wat eten, want ik heb honger. Pfff. Jawel, jawel, man. Ja? Komt later, man. Oké. Okay. Maar weet je wat we gaan doen? We gaan eerst even eten en dan naar de training. Oh, oké, is goed. Ja? Ja. En vanavond is er nog wat anders op de planning? Ja, ik heb even een afspraak na het trainen en daarna gaan we gewoon lekker dinertje hebben. Ja, afspraken? Wat voor afspraak heb jij? Ja, wat business dingen. Oh, business, ik denk al, afspraken. Hé, hey, je vertelt me niks. Ja, ja. Wacht, zie je, ik heb mijn gordel doe ik eventjes. Ja, ik ben dit soort luxe auto's niet gewend, toch? Jeetje. Oké, okay, let's go! Ja toch, kijk eens, we zijn lekker aan het lunchen. What's up? What's up? Wat is dit eigenlijk? Kun je me dit aanraden? Dat is piadina. Ja, zo'n paddenvloed met kikker in. Nice! Hij vroeg aan mij van wat wil je eten, dus ik krijg die menukaart, op een gegeven moment doe ik het open, alles in het Frans. Ik zei, weet je wat, ik laat aan jou over. Hey, ja, kijk eens, ik heb een pannenkoek met kip erin en noem het maar op. Wat gaan we zo doen? Bon appétit. Hè? Ik moet zo trainen, man. Ja? Dus kijk, ja, ik heb het niet meer nodig te trainen, maar ik ga wel voorbij. Dit je boy, Hani Hana. Rechtstreeks uit de hoofdstad, dit is nummer 1, dit beloof uit de hoge niveau met de flow. Ja toch, we zijn in Parijs. Chilling, beeling. Word je niet gek van al het verkeer hier? Nee, even serieus. Focus daarom. Ik kan niet naar je camera kijken, man. Nee, maar je hoeft niet te kijken. Camera kijkt naar jou. Snap je wel? Het is gevaarlijk hier, hoor. Ze komen van alle kanten. Het lijkt alsof je in een botsauto zit. Wow, links, rechts, wow. Ja, we staan even te wachten. Op wie wachten we eigenlijk? Op een vriend van me. Ja? Een Parijzenaar, Hakim. Hakimus, oké. Dan gaan we naar de training. Ja. Misschien nog 4 trainingen, dan ben je klaar, hè? Ja. Vakantie, hè? Ja, niet veel meer. Morgen, nee, niet morgen. Zaterdag, laatste thuiswedstrijd. Ja. Laatste wedstrijd van Zlatan ook. Laatste wedstrijd van Zlatan? We gaan hem zo meteen zien bij de training. Ik hoop het voor je, ja. Tenminste, jij ziet hem elke dag. Ik ben benieuwd of Hani Zlatan in zijn vlog kan krijgen. Tuurlijk! Weet je waarom? You know why? Because I can. Maar vertel, vakantieplannen? Zeker weten, nou en dan. Ja mensen, we gaan op vakantie. Waar we naartoe gaan is, ik zou zeggen, blijf natuurlijk kijken. Er komen natuurlijk superleuke vlogs aan. Weet jij waar wij naartoe gaan? Ik zou zeggen, laat hieronder de reacties weten. En waar gaan jullie eigenlijk op vakantie? Ben ik ook natuurlijk benieuwd. Graag hieronder in de reacties. Nou en of hij is er hoor. Lekker zeg. Hoe is het, Hakimus? Ja goed, het is voor jouw clip. Voor mijn clip? Videoclip. Welke videoclip? Bien. Y tu? Ça va? Ik show dat een bro op het vlak in de stad waar mijn hart ligt. Noord of ik ga de stad in. Je kan me vinden in de koffieshop. Alleen ik zit niet met de koffiekop. Ik draai mijn skunk en zie je junkie roze bloffie op. Het houdt niet op. Toch ben ik trots op de blok. Schrijf een handtekening in een box van de rocks. Joachim, wie gaat de Champions League winnen? Real, zoals ik zei. Real Madrid? Ja. Zeker? Zeker. Wie gaat volgens jou winnen? Real Madrid. Ja? Madrid. Fix met een paar kids, luister nou hoe ze spit en geef een paar tips. Proef de kracht, want je kan het allemaal zien. En kom je ook uit Amsterdam, laat dan je motherfucking aanzien. En je weet dat ik geen grap maak, hoef je niet te zeggen welke stad ik claim. Je hoort dat ik plat praat. Zoals jullie weten is PSG kampioen. Greg, ja, nogmaals gefeliciteerd, je weet het zelf. Hoppa, weer een premietje, maakt niet uit. En jij, vertel, je weet alles van Parijs, alles. Van A tot en met Z. Ja, bijna. Ja? Ik heb nog veel te leren. Ik leer nog veel te elke leren. Dag, ja. Nee, elke moet dag. Moet ik de camera kijken of moet ik... Je moet in de camera kijken. Ja, ik leer elke dag. Ja? Hakim leert elke dag. Wat leer je allemaal? Nou, ik leer dat... in één seizoen Zidane misschien de beker krijgt. Beker? Wat voor beker? Ja, de Champions League.
Zidane? Ja. Oh, van Real Madrid bedoel je? Ja. Hij wint met het team. Nou, en dat de trainer van Parijs bijvoorbeeld na 3 jaar alleen maar 6-0 heeft gewonnen tegen Caen. Ja? Ja. Dat mag. Dames en heren, dit is Hakkie. Geweldig. Leuk dat je er bent. Wordt een leuke dag. Ja, ik hoop het maar wel. Maar vertel even, ik heb veel over jou gehoord. Je bent ook vroeger voetballer geweest. Ja. Je hebt hoog gespeeld. Ja, in mijn tuin. Ja? Ik zeg jullie nog, dames en heren, dit is Hakim. Oh, Greg. Ja. Vertel eens even wat over Hakim. Gruwelijke gast. Ja? Altijd lachen met hem. Altijd, ja. Ik neem aan als je hem aankijkt dat je niet kan gaan huilen. Je lacht alleen maar. Nee. En vertel jij eens even wat over Greg. Ja, daar komt het hoor. Daar komt het, dames en heren. Daar komt het. Het is moeilijk om Nederlandse de woorden te vinden. Maar. En, ja, zo, hij moet lang nadenken, hè, Greg. In Nederland zeg je eerlijke persoon. Een eerlijke persoon? Oké, goed om te horen. Wat vind jij van Greg? Wat ik ervan vind, van Greg? Ja, Greg is eerlijk, oprecht. Goeie jongen, vanaf dag 1. En we zijn nog steeds, toch? Amsterdam tot Parijs. Dat betekent oprecht. Gewoon eerlijk, oprecht, gewoon een goed mens. Goed hart. Oprecht betekent ja. Eerlijkheid. Oprecht. Ja. Weer wat geleerd, Hakim. Ja, ja. Ja. Trouwens, ik heb Hakim zojuist weer wat geleerd. Maar weet je wat zo grappig is? Een paar jaar geleden was Hakim ook op vakantie. We waren in Miami. En vervolgens waren geknipt worden. En toen gebeurde het volgende, Hakim. Wat gebeurde er toen? Ja, hij heeft mij een litteken op mijn hoofd gezet. Dus toen, vanaf dat moment zag ik dat... Maar was een streepje? Dat de kwaliteit... misschien liep hij een beetje voor in de mode van... We hebben nu Benzema die dat ook doet. Dus ja, misschien loopt Hani een beetje voor in zijn mode. In de kapselwereld. Deze stad toch voor aan de land zit zo diep in mijn hart, net als Amsterdam. Geef mij maar Amsterdam, het is mooier dan Parijs. Geef mij maar Amsterdam, bij Mokens paradijs. Geef mij maar Amsterdam, het is mooier dan Parijs. What's up, we zijn op de trainingscomplex. En hoe mijn ei, wat ben jij dan? Syrische paashaas. Oeh, paashaas? Syrische paasei. Jij bent een Antilliaanse giraf, ja. De kleine Turk vandaag. Maakt niet uit, ik ben geen Turk, kerel. Jij ook, ja. Jandino, jij? Ja? Met Beverwijk, Brun. Nee, hij is gek. Kom nou, Hakim, jongen. Hakim, ben je zit geëten? Lopen in de schoenen die ik loop voor je. Smoken van die vieren die ik loop voor je. Weet hoe het voelt om altijd anders te zijn. Thanks voor die shirt, man. Zeg maar wat me maakt, soms word ik kwaad door wat ik hoor op de straat. Allochtoon, ik hoor het woord te vaak en het stoort me vaak. Vandaar dat dit gevoel wordt gevoeld. Je hebt grappig gezegd, een van die shirts. De naam van je moeder staat erop. Met dezelfde visie op weg naar hogere posities. Scherp, hè? Politici, wat ik zie, dit is geen fictie, het zijn feiten. We laten het blijken. Wordt het spijt, nee, mijn hart ben ik zuiver. Maar ze sluiten me buiten, er wordt niet geluisterd, dus ik voel me anders. Ik ben een Amsterdamse Nederlandse buitenlander. Ik wandel mijn bad strak, ik ben niet af. Nou, jongen, wat ga je doen nu? Naar de kleedkamer. Oké, straks weer. Als je leeft in een wereld van vloek met de zegel, zeg maar, zou jij overleven? Als je leeft in een wereld van vloek met de zegel. Lopen in de zon die ik loop voor je. Smoken van die vieren die ik loop voor je. Weet hoe het voelt om altijd anders te zijn. Wil je weten hoe het voelt om ook een hustler te zijn? Ja, toch, we staan hier al. Wat een veld, hé. Hey, vertel eens even wat voor mooi veld, of niet? Ja, dat is dus, deze veld is gemaakt door een Engels, iemand uit Ierland. Hoe zeg je dat in Nederland? Ierland. Ierland? Ja. Die bij Aston Villa werkte. Hij was de nummer 1 in de wereld. Je bent weer druk, het wordt gebeld. Daar. De geitje. En Parijs heeft zijn salaris keer 4 gegeven. En nu is hij hier. Ik zal hem straks. Vandaar is dat veld zo mooi eigenlijk. Ja. Kijk hoe strak het is. En ik moet eerlijk zeggen, Engels competitie vind ik al sowieso geweldig. Maar de velden daar, het is gewoon te mooi eigenlijk. Ja, en de beste hebben ze hier naartoe gebracht. En nu is hij in contact gebracht door FC Barcelona. Die hem bij Barcelona wil brengen. Saigo gevangen voor je Mattie. Ik en mijn Mattie. Saigo gevangen voor je Mattie. Samen in de gamer is geen fucking weg terug, nigga. Saigo gevangen voor je Mattie. Ik en die toeris. Saigo gevangen voor je Mattie. Ik scroll alleen met mijn Mattie en verdubbel de ritjes. Zou je kogel nemen voor je mattie? Ga je dood zonder problemen voor je gappie?
Vraag het aan die Tunis. Want die lange lange weet het. Helpen in de doodsituatie, yo ik deed het. We waren jong en gek en maakten hit na hit. Nigga move na move en smoked een bit na bit. In de buurt met mijn Mattie Arnold en die lange lange. Voordat je sterft zou ik een kogel voor je vangen. Ooh, look who is here. Hello, you know I'm a big fan of you. Thank you so much. Yes, and you're playing with my best friend. Yeah. So tell me, what kind of player is he? For me, he's a fantastic player. I always joke with him and say, Greg, voila. Yeah? So he's fantastic, fantastic person. For sure, I'm gonna miss him. You're gonna miss him when he go, eh? For sure, bro. But where he go? Where you think? I don't know. I want him to stay. I don't know if he decided already to leave. I wish he can stay. He's amazing potential. He has a great future. But if he is not happy here, he need to try to find his happiness, and they always will be supporting him wherever he are. They support him. Thanks, David Luiz. I wish you good luck with everything. Thank you so and, much. Let me know. Call me next time for your hair. Eh? Greg, I love you. And my hair. Nobody touch on it. I can do it. So we going to maybe, do something. Maybe. Let's... Greg, tell me, do we need a honey coop or not? No. Tell me, Greg. Tell me, you need it? I don't think so. Okay, see you, eh? Thank you, bro. Care. You're welcome, bro. Bye, bye. Thank you. Nice, man. Grijze kada staat weer te babbelen terwijl we naar huis moeten gaan regelen zo. Hoe was de training, hè? Dat is heerlijk, man. Ja? Oeh! Alleen het weer is nu een beetje slecht, man. Weet je? Maar net was lekker, man. Korte mouwtjes. Lekker rennen zo, je weet toch? Oh. Ja, toch. Maar ja, ik denk dat jullie training wel hard kan. Oh, let dikzak. Dikzak? Ik ben niet lekker dik. Ding. Ik ben niet dik. Lekker ding, jongen. Je hebt lekker veel vlees, daar hou ik van. Ik hou vast van honeyballs. Heerlijk, hè? Heerlijk, ja, man. Oké. Die vlees van Hanni. Hij kan er niet tegen dat hij zo'n skinny body heeft. Hij kan er niet tegen dat hij zo'n skinny body heeft. En ik heb gewoon lekker vlees, snap je? Ja. Of niet, Hakim, toch? Ja. Heb je hem laten zien? Hij noemt jou grijze kat. Waarom eigenlijk? Ja, grijze kat omdat ik vaak in grijs ben gekleed. En, Oh ja? En omdat ik grijze haren heb. Laat zien. Laat eens even zien. Nee, kom nog. Show it. Come on, show it. You can Deze do it, man. Deze man is in 4 jaar tijd is hij 10 jaar oud geworden. Oh, joh. Maar één ding is belangrijk, zolang je maar gelukkig en gezond voelt, toch? Dat is belangrijk. Ja, ik voel me wel gezond. En ik heb vandaag... Gelukkig niet? Genoten. Zo zeg je dat, genoten? gelukkig voel je niet? Jawel, zeker. Volgende week kan jij meetrainen, Hannibal. Ik heb voor je geregeld, je kan meetrainen. Laatste training mag je meedoen. Mag ik laatste training meedoen? Mm-hmm. Oké, als ik ga kijken of... Ik had gevraagd aan trainen als Hannibal mag meedoen. Serieus? Ja. Gruwelijk, als ik vrij ben, kom ik zeker, man. Kijk altijd op tegen mijn vader, luisteren naar zijn verhalen. Over wie je waagde, wie faalt en wie je slaagt. Om het ooit te kunnen behalen, was alles wat ik wou. Ken mijn biologische vader, niet wat ik liet op kaart. Maar ik ben op mijn voet door de straat en daarom leerde ik mijn normen en waarden, maar ben geen nazo. Een stoute jongen, maar nog steeds mijn mama's lieveling. Ja toch, maar waar gaan we nu heen? Ik ga naar huis, man. Wat gaan we doen? Chillen toch? Chillen. Let's go. En ik neem zeg maar natuurlijk wat mee. Wat je wil doen, jongen. Wat ik wil doen. Jouw dag. Het is mijn dag. Ja, het weer is niet zo lekker, kijk hoor. Nee. Normaal is het lekker weer, is lekker barbecue, is altijd leuk. Oh! Een kleine kruimeltief is wat ik was totdat ik dieper ging. Dus elke dag een nieuwe slag als ik omhoog wil gaan. Pakken wat ik pakken kan om niet meer rond te staan. Hallo? Tu fumes? Je suis ça, mon frère. Hey. Ik krijg even, zijn mensen gek of gek? Ik zeg, deze mensen ook, naast helemaal gek. Mensen ook gewoon zien dat ze aan het rijden zijn in de auto. Hakkie, wat gebeurt hier in Frankrijk? Ja, de mensen, dat is normaal. Ja? Dat is normaal. Ongelooflijk. Dames en heren, begin niet aan roken. En vooral niet als je aan het rijden bent. Focus je gewoon natuurlijk op het rijden en natuurlijk op het gezonde leven. Je moet met tactiek rijden hier in Parijs. Oké. Echt waar? Het is een zebrapad, hè? Het is groen, papa. Zie je niet, stoplicht. Hebben jullie dat niet in Nederland? Heb je niet in Hoofddorp, hè? Stop. Oh, nu wil je zo praten. Yo, Hakim. Ja. Voel je een beetje veilig achterin? Ja, dat is de Parijzenaarse ruilstijl. Het is net als voetbal, hè. Wie het eerst de ruimte neemt. Mooi gezegd.
achternaam. Straf op waar ik in geloof. Represent voor wat ik sta tot aan mijn fucking dood. Meer en meeste geld te maken met wat zaken op de middelbare. Rond de tijd dat ik meeste bitch klaar. Meer dan hoe de rit gaat. Van een dikke Mercedes naar een gruwelijke smart. Waar rij je eigenlijk in een smart? Het is perfect man voor Parijs. Het is makkelijk, klein, anoniem. Kan overal parkeren, kan overal tussendoor. Het is echt is mijn beste auto. Ja? Ja? Ja. Je hebt maar 4 jaar hè? Ja. Zeker ja. Ik zeg je eerlijk, ik ben ook wel zo'n smart fan. Gewoon chill, snel parkeren, snel rijden. Ja, het is makkelijk man. Ik zeg je eerlijk. Echt, top auto. Maar waar gaan we nu naartoe dan? Naar die meeting toch? Ja, we hebben even een meeting. En daarna? Daarna gaan we het lekkers eten man. Hey, maar Greg, shop je veel of niet in Parijs? Ja, af en toe. Dat zijn mooie winkels hier, hè? Yes, Quentin is hier also. So, Quentin, what's up, man? You good? Yeah, I'm good, man. You know what's funny is today? He got real shoes. Normally he's like fake Jeezy's, but now he's here. Was gezellig, Hans. Goeie meeting, hè? Zeker. Nieuwe dingen komen eraan, ja, hè? Ja, veel beloofd. Ja, toch. Geen kappertje. Noem ons maar zakenmannen, dames en heren. Businessman, hoor dat. Ugly guy. Let's do it. Zwaarder, geen liefde voor mijn pa, dus de straat is mijn vader. De straat is mijn vader. Duif leeft in de straat in mijn aders. Nu ben ik groot en papa, zeggen dat ik steeds meer lijk op jou. Ik heb je bloed, dus ik blijf je trouw. Want de straat is mijn vader. Mijn vader is hoe er is, ik wil gaan, dus ik het maken. Maar nu ben ik groot en papa. Ja toch, we zijn er. We zijn er op dikzak. Ik ben geen deksel, jij bent een dunne skinny boy. Geloof me, ik ben gewoon smooth, breed. Hé, hey, eten was wel lekker, hè? Wow, wie is dit? Hold up. Wie is dit? Hey, Stefan, kom hier mee, ga met die box. Ga weg, joh, morgen zie ik je. Woe! Hey, wat doe je? Zie je, dames kunnen niet rijden. Tjonge, joh. Hey, ik zie je morgen, hè? Dikke shout-out aan Steen. Morgen gaan we een leuke vlog uit te maken. Yes. Ja, toch? We hebben net zojuist met z'n allen gegeten. Het was super lekker. We gaan nu naar huis. Jij rijdt alleen. Ik ga naar huis. Ik ga met Greg en Smart. Kijk, hoppa. Stap we eventjes in. Zo, eten was lekker. Nu naar huis, toch? Even knippen. Haniekoek, want dat doet je altijd goed. En... De haniekoek chillen. Doet je altijd slecht. Ik denk dat hij mij even eruit kan blazen. Oei. Niet, hè? Dus je wilt tegen Ferrari racen? Tuurlijk. Weg is die Ferrari, weg! Kleine schaartje gewoon, joh. Ja. Ja, toch, zojuist lekker gegeten. En zo naar Greg. Hij heeft me dan weer naar een goede restaurant gebracht. Oh jawel, zo doen we dat toch? Zo doen we dat. Oh jawel. En wat we daar gaan doen, ik zou zeggen, blijf kijken. Knip, knap, knap. En iedereen wordt weer knap. Want je weet, de haniekoek doet je altijd. Slecht. Snap je? Hij wil van mijn plek pakken. Daar rij je in de smart, hè? Kijk. Omdat ik hem hier lekker in prop. Maar die Mary kan hier nooit in. Nee, niets kan erin. Hoe gaat hij hem inparkeren? Even kijken. Nee, luister, veel druk op me. En de Hanna vlog doet je altijd. Goed toch? Hey. Wow, wacht. Overnieuw. Sorry. Pas op. Hey, laat me zien. De voorkant ga je ook een kusje geven. Bro, I got you, bro. Oké, parkeer of zo. Dit zou jij nooit voor elkaar kunnen krijgen. Natuurlijk, maar in één keer voor je. Nee, man. In één jij keer. Jij zou deze smart bro, hier nooit in kunnen. Ik doe het in één keer, bro. Nee. In één keer, man. Wil je proberen? Ga hem eruit doen, dan mag je hem erin ik doen. Ik wil graag, maar ik heb nu geen tijd daarvoor, vriend. Okay. Hij zegt, natuurlijk, kom op, ik parkeer hem zo, man. Je weet zelf. Dit is maar eerlijk, ik heb hem perfect skills. Geparkeerd. Is niet skills, kerel. Skills, pap. Hey, je hebt hem goed geparkeerd, man. Je hebt hier nog veel ruimte. Kijk. Hey, veel ruimte, man. Lekker, joh. Dat bedoel je? Meerdere talenten. Oh jee. Hey, je kan ook knippen, toch? Ja. Ik kan niet overlopen voor je fiets als je wil. Ja, ik heb hem al. Fresh. Want de Greg Koop doet je altijd goed. Kijk, dat bedoel ik. Ja, toch, het is tijd voor de Hanikoop, want de Hanikoop doet je altijd...
goed. Oh jawel. Ja, voordat we gaan afsluiten, zoals beloofd, ga ik hem wat vragen stellen. Zoals jullie weten had ik een foto gepraat en natuurlijk de fans van Greg konden natuurlijk vragen stellen die ik nu ga vragen aan hem. En ik pak even mijn telefoon erbij en ik begin met een paar vragen. Ik heb zoveel vragen gehad, maar ik heb er een paar uitgekozen en ik ben benieuwd of Greg ze gaat beantwoorden. Je enige echte favoriete club is? Ajax. Greg, nooit meer een Hanikoek of nooit meer voetbal? Ja, dit is moeilijk, hè? Dit is een moeilijke. Ja, dat is een hele moeilijke. Weet je, we houden gewoon zo. Ja, we houden gewoon zo. We gaan op naar de volgende. Wat is je favoriete song ter voorbereiding van een wedstrijd? Naar wat voor muziek luister je eigenlijk? Ik zelf hou veel van hip-hop. Dus ik luister wel gewoon hip-hop muziek. En ja, dat hangt gewoon vanaf welk liedje, welk album op dat moment nieuw is en wat. Wie is de beste speler met wie jij hebt gespeeld tot nu toe en met wie zou je nog willen spelen? Ja, is toch wel Zlatan, denk ik. Ja? Ja, is een fenomeen. Ja? Jawel. Ik heb 4 jaar met hem gespeeld en alles meegemaakt met die man. Veel prijzen gewonnen. Goede tijden, gaat slechte tijden? Ja, eigenlijk alleen maar goede. Ja? Alleen maar goede, zeker. Veel prijzen, je kan het zien. De prijzenkast is aardig groot geworden, dus meer dankzij hem. En natuurlijk het hele team, hè? Zeker, zeker. Ja. Wie is jouw voorbeeld? Ik hou heel erg van de speelstijl van Daniel Alves, nog steeds. Al heel veel jaren. Ik heb ook een shirtje daar. Ja, zijn shirtje heb ik hier ook, die ik met hem heb geraakt voor het WK. Op het WK, ja. Wat zou je graag willen doen na je carrière? Na mijn carrière, dat is een goede vraag. Ik zou lekker willen genieten van mijn leven. Maar hoe zie jij je leven over 20 jaar? Ik zie mezelf op een strand liggen met een cocktail in één hand, een dikke sigaar in die andere. Yes! Ik zie hoe onze vakantie gaat worden. Oh, met zo'n dikke buik. Yes! Heerlijk! Met al de mooie avond. Ja! Klopt. Nee, ik weet niet, man. Ik hoop een mooi gezin te krijgen ooit. Eén dag. Nice. Hoe ben je begonnen met voetbal? En wat waren je moeilijkste tijden? Ik ben begonnen toen ik 4 was. Ik zat vol energie en ik vond voetbal leuk sinds ik 2 was. Het kan een bal, dus ja. Ik ben gewoon opgegroeid met voetbal. Ook in de wijk alleen maar voetbal elke dag. Dus. Dat was duidelijk. En ja, een moeilijke tijd was wel toen ik weg was gestuurd bij Ajax, toen ik 14 was. Toen was wel even slikken en even wennen. Maar ja, ik heb me goed teruggevochten, moet ik zeggen. Met welke speler ga je het beste om in het team? Ik heb niet echt een bepaalde spelers met wie ik heel close ben. Ik ben eigenlijk gewoon allround met iedereen leuk. Iedereen is leuk met elkaar. Natuurlijk heb je meer de Fransen die meer bij elkaar zijn, de Brazilianen die meer bij elkaar zijn. En, ja, ik zit zelf in de kleedkamer naast Maxwell en naast Zlatan. En, ja, dat is zeg maar een hoekje waar we Engels praten, want veel praten ook niet Engels, dus ja, het is gewoon met hun leuk, ik ben ook met anderen leuk en de jongere Franse spelers ben ik ook leuk, dus het is... Maar ik zag gewoon aan de ogen en op de manier hoe David Luiz sprak, dat hij jou echt mag, echt dat hij echt gewoon ook goed met je is. Ja, ik denk het wel. Hij is gek, hè? Ik mag hem ook erg en hij is een geweldige gozer. Het is alleen maar lachen met hem, hij is helemaal gestoord, helemaal gek en... Het is gewoon elke dag weer lachen met hem. Welke fan of fans kan jij nog herinneren en zal jij nooit vergeten? Ik kan me herinneren dat ik had een groepje meisjes bij Ajax die altijd voor mij daar waren bij de toekomst. Als ik uit de arena kwam. Dat was gewoon echt leuk. Dat je gewoon voelt dat die mensen zo erg met jou bezig zijn. Leuk. Ik heb ook veel fanaccounts op Instagram. En het is gewoon nice om te zien hoe iemand zoveel bezig is met jou. Elke keer weer foto's zoeken, posten, zoveel liefde geeft, zeg maar. Dat doet me wel goed. Ja. Je weet, ik pak altijd je shirtjes. Ik neem ze altijd mee naar huis. Maar dit keer heb ik voor jullie een shirtje. Ik heb hem gepakt net uit zijn kast. Ja. Een gespeelde shirtje van jou. Die wil ik weggeven aan een van jouw geweldige fans. Die geweldige kijkers die altijd naar mij kijken
wil ik altijd prijzen geven. En nu voor jou, gewoon een vette, coole PSG-shirtje. Wat moeten ze doen? Wat moeten ze doen? Ja, verzin is wat leuks. Ja, ik weet wel wat. Graag hieronder in de reacties. Degene die met de beste reactie komt, die maakt kans op dit geweldige shirtje. Thanks, Greg. Sowieso, bro. Love. Ja toch, dames en heren. Dit was Hani Hanna, Gregory van der Wiel. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Maak jullie geen zorgen. Er komen nog genoeg leuke items aan met Greg. Maar ja, je weet toch, we zijn Marties. We gaan natuurlijk ook op vakantie. Laat ik jullie ook wat leuke beelden zien. Niet te veel natuurlijk, want ik moet ook genieten van mijn vakantie. Ja toch, of niet? Niet te veel. Niet te veel. Maar thanks voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Een duimpje omhoog. En tot de volgende keer. En wat zeggen we altijd? De Hani komt tot je altijd... goed. Oh, jawel.